In deze video ga ik undercover in de fashion show van Dion van Teveel Gevraagd. Want Dion weet dat ik in de lobby zit, maar weet niet wie ik ben. En Dion gaat ons vragen stellen. Bijvoorbeeld, trek je lelijkste skin aan? En als hij hem dan toch niet zo lelijk vindt, dan lig je eruit. Oh ja, en er is nog 60% niet geabonneerd die deze video aan het kijken is. Dus klik op het abonneerknopje als je dat nog niet gedaan had. Alright, dames en heren. Welkom bij de Fashion Show. We gaan natuurlijk kijken wie de mooiste of misschien wel lelijkste skin combo's kan maken. Ik heb een aantal leuke categorieën voor jullie. En laten we gewoon maar meteen beginnen met de allereerste categorie die jullie moeten doen. Het is namelijk bijna Koningsdag op het moment dat we het opnemen. Jullie voelen hem al aankomen. Ik zie iedereen al binnen in dat ding zitten in hun kleedhokje. Verkleed jezelf zoveel mogelijk als de koning. Koning. Dus eigenlijk moet ze oranje mogelijk, right? Dus ik wil zoveel mogelijk oranje in mijn skin krijgen. Zullen we dan de hero skin alsnog doen? Of is dat de safe? Voor mij heb ik niet echt iets oranjes, right? Wacht, zullen we gewoon safe spelen? Want ik wil natuurlijk niet te lang doen over een combi. Oranje kan wel. Oeh, is het een goeie? Ik weet het niet. Ik vind het niet super goed, to be honest. We hebben iets met een kroontje. Wacht, als we hier een kroontje op doen, dan is het af. Dan is hij echt goed. Daar was volgens mij een kroontje van. Van MVP. Ja, juist hier, oh. MVP. Zo. En dan hebben we... Wat hoort bij Koningsdag in het... Als backbling. Dude, ik weet het niet. We hebben geen kroontje als backbling, right? Alright, jongens. Kom naar buiten. Ik ben nog niet ready, wat? Eens kijken. Jij ziet er prima uit. Je hebt een tenuutje, net zoals ik. Dat is oranje zat, dus ik ga naar rechts toe. Ik weet het niet. Eens even kijken, wat zien we hier? Iemand die heeft geen skin en alleen... Ja, sorry, maat. Dat is het einde, want daar... ja, dat gaan we niet doen. Oké, hier is iemand oranje. Ik weet het niet. Dit is echt super slecht. Gaan we dit goedkeuren? Ik laat je voor nu deze ronde doorgaan. Alright, dit is weer iemand die heeft een oranje strik. Maar dat is toch weer de default skin. Dus het spijt me, dat gaan we niet doen. Dit heeft hier echt niks mee te maken. Het spijt me. Ja, sorry, ga maar weg. Oké, jij bent oranje. Jij gaat door. Oké, jij bent geel eigenlijk meer, maar... Laat je pickaxe zien. Kom, doe het. Ja, dat doe je niet. Alright. Ja, jij bent oranje, dus jij bent door. Jij bent oranje, dus jij bent door. Zo, dit is bijna geel, maar weet je, prima. Ik vind het best origineel. Jij bent ook origineel. Hier zit iemand nog binnen. Hallo? Kijk, oké, keurig. Ik weet niet, ik vind deze op zich wel prima. Ik weet niet, ik vind hem wel netjes. En als ik deze doe... Kijk, dan is het helemaal afgemaakt, right? Come on, dit is sick. Dit moet lukken. Het heeft er niks mee te maken. Het spijt me. Alright, we gaan door. Hier zit nog iemand binnen. Hallo? Kom er even uit. Dit heeft echt niks mee te maken, het spijt me. Oeh, daar ga je. Iemand die weer oranje is, vind ik op zich prima. Jij bent meer geel, maar weet je... Ik ga ermee akkoord. Dank je. Oké, jij bent oranje. Niks aan de hand. Jij bent ook oranje. Gaat ook door. Heb je niks oranjes? Ah, het spijt me. Doei, doei. Niet huilen. Oh. Oké, dit wordt spannend. Kom op, please. Deze is ook... Jawel, je bent wel oranje. Ik keur hem goed. Deze is oranje. Nice. Ja, jij yes! Hebt weer, je hebt geen skin. Wel die oranje sjaal, maar verder dan dat kom je niet. Het spijt me. Doei, doei. No mercy, jongen. Dion heeft er zin in. Sorry, ook jij gaat er helaas aan. Let's go. Oké, we gaan er lekker op doorheen hier. Deze zijn allemaal goed. De fishstick skin. Kijk, dit had iedereen natuurlijk ook gewoon kunnen doen. De fishstick skin. Jij bent oranje. Jij bent rood. Ik vind het rood. Dat spijt me. Alright. Niet oranje genoeg. Het spijt me. Je gaat eraan. Noep! Noep power! Noep! Eigenlijk niks oranjes heeft, dus ook jij gaat er helaas aan. Dit is geel. Spijt me. Ook jij gaat niet door. Dit is ook geel, dus het heeft ook niks te maken met Koningsdag. Dus doei! Sorry. Oké. Oh, rood, wit, blauw! Ja, toch? Deze heeft gewoon rood, wit, blauw. Oh, als dit Rick is, hè? Ja, maar ik moest oranje doen, toch? Niet Nederlandse vlag. Dan hebben we hier oranje. En die zijn alweer mensen die dood zijn gegaan. Oké, volgens mij hebben we het rondje gemaakt. Voor ronde 2 wil ik jullie vragen om een bekend persoon te imiteren. Dat mogen geen collabskind zijn. Ik wil gewoon dat je iemand bekends imiteert. Dat mag mij zijn, dat mag een BN'er zijn, dat mag wie dan ook, maar geen collabskind. Ik wil dat je zo origineel mogelijk bent. Nou wil ik het dus niet lullig doen... Maar om het even simpel te houden, hè, wij kunnen natuurlijk onszelf namaken of imiteren. Dat is namelijk met zoveel mogelijk vlinders. Want
En dan imiteer je, zeg maar, mij. Dat is wel makkelijk. Dit is oprecht zo'n moeilijke vraag. Waar weet ik ook niks beters bij dan eigenlijk vlinders. Hier, dankjewel. Oké, dan hebben we dit. Dat is best safe, right? Het is simpel, maar safe. En als ik zo om me heen kijk, zou ik ook echt niet weten wie wat doet. En daar zie ik een Travis Scott, volgens mij. Is dat een Travis? Wacht, even koekeloeren, hoor. Dan zie je, dit is een Travis, maar die gaat gekild worden, omdat... Dan imiteer je niet iemand, dan ben je iemand. Maar ja, oké, maar niet uit. Oké, de tijd is om. Eens even kijken. We beginnen bij... I'm ready. Routes. Dus even kijken, wie doe jij naam? Begint hij? Oh, ik weet het al, QC! Ja, tuurlijk! Oké, dit is wel heel ziek. Oké. Wow. Dit is Paradox. Ziek, wie doe jij naam? Dit is Spider-Man. Nice! Ik vind hem keurig. Wie is dit? Ja, het kan zijn dat ik mensen niet herken. Dus het spijt me. Ik moet hem ook kennen. Dit is... Ik heb geen idee. Het spijt me. Daar ga je. Big F. Dit is een collab skin. Ik heb gezegd, dat doen we niet. Oké. Okay, noob. Jan. Come on. Moet het loser fruit voorstellen misschien? Ik weet het niet. Oh ja, knikt ja. Oké, okay, keurig. Dan hebben we hier iemand met een voetbal. Welke voetballer moet dit zijn dan? Ik heb geen idee. Is bij me. Dit is wie? Heb je nog een emote of zo die je kan laten zien wie je bent? Ik heb geen idee. Doei. Wie hebben we hier? Het is zo. Iemand. Ik weet het, hè. Dion heeft gewoon no mercy. Dat vind ik echt leuk. Sorry. Oké, wie is dit? Wie is dit? Je zwaait. Je hebt dezelfde als die. Ik heb geen idee. Alright. Wie is dit? Is dit Spider-Man? Weet je, ik keur Spider-Man goed. Ik geef je ook een knuffel, alsjeblieft. Wie moet dit voorstellen? Dit is letterlijk een collab skin van Ariana Grande. Doei. Oh, man. Er zijn zoveel mensen al dood, jongen. Christian, hij lijkt op Cristiano Ronaldo, maar het is volgens mij niet Cristiano Ronaldo. Dus het is geen collab skin. Het is nice. Ik keur hem goed. Oh, het spijt me. Ik ken het gewoon niet. Doei. Wie is dit? En waarom zie ik hier twee mensen hetzelfde doen? Ik heb geen idee wie jullie nadoen. Maar het feit dat het niet origineel is... Sorry, ik ga jullie allebei uitschakelen. Het spijt me. Nee! Ik weet niet wie ze voordeden, maar... Oké, dus Paradoes. Kijk, dat was de makkelijkste optie natuurlijk. Ja, dat ben ik echt. Wie is dit? Dit is... Ik heb geen idee. Het spijt me. Alright, we hebben iemand die gaat beatboxen. Wie moet dit dan voorstellen, deze beatboxer? Ik ken geen beatboxers. Oké, dan hebben we hier Paradoes. Dat is slim om die even te doen, want dat weet ik. Ik heb geen idee wie dit is. Dan hebben we hier... Oké, ja, jij doet gewoon Travis Scott na. Het is wel een hele brede Travis Scott, maar prima. Spider-Man, hartstikke nice. Dit is een Spider-Man collab skin. Dat doen we niet. Dit is een Spider-Man collab skin. Gaan we ook niet doen. Oh, jij doet mij na. Ja, toch. Jij doet mij na. Dat vind ik heel nice. En de Reaper... Even kijken, dan hebben we iedereen alweer gehad. We gaan er hard doorheen, dames en heren. Maar dit zijn er echt weinig. Holy damn. Dames en heren, voor de volgende ronde wil ik dat iedereen straks bij elkaar komt staan. Dus zometeen gewoon hier vormen. Maar laten we dan voor nu de volgende ronde gaan. Het thema... Oh, trouwens, kom maar alvast even. Kom even hiervoor staan. Ik wil even kijken wie er allemaal bij zijn. Kom maar even. De volgende... Jongens, zetten jullie op. Ik zie dat jullie heel erg druk bezig met elkaar zijn. Oké, het volgende wat jullie moeten doen. Maak je eigen superschurk of superheld. Oeh, oké, wait. Dit zou wel een goede kunnen zijn, denk ik, hoor. Ik denk dat dit wel echt een goede skin is hiervoor. Een beetje een enge backbling hebben, toch? Een beetje dit. Maar dit is perfect. Dan doen we rood erbij. Juist, ja, maat, dit is echt, dit is lijp. Maar wat is dan ook een beetje een enge skin? Pickaxe. Ja, die pickaxe past er alleen niet helemaal bij. Het moet iets vuur zijn, iets sicks, weet je wel? Oh, ja, maat, easy. Ik vind deze wel goed. Ik vind deze prima, let's go. Ja, oké, ik vind die van mij toch wel... Ik weet, als ik naar de rest kijk, denk ik wel dat die bij mij goed staat. Ik ben wel trots aan op deze. Alright, wil iedereen even op een rijtje gestaan van links naar rechts? Jullie staan al aardig goed, maar zorg ervoor dat je niet achter iemand staat of voor iemand. Ja? Goed, mooi, ja. Dan begin ik helemaal links. Super schurk of superman, hoe je het ook wil noemen. Superheld. Eens kijken, ja, jij bent een hele goede super schurk. Ja, die emote is heel nice. Ja, dit is toch echt een collab skin. Het spijt me. Oeh, alright. Volgende. Jij hebt al... Ja, dit is een goede superschurk. Nice, jij gaat door. Die Josie is wel eng, hoor. Eerlijk, ze zijn het voornamelijk schurken. Vind ik wel heel nice. Dit vind ik ook een goede superschurk. Dion! Josie eng! Ik vind jou nog niet... Ik weet het niet. Ik vind dit geen superschurk, als ik heel eerlijk ben. Oh, daar ga je. Daar ga je. Casual. Sorry. Alright, gaan we door naar deze superschurk. Dit is sowieso een hele erg superschurk.
Oké, heb jij nog mooie vibes? Oeh, ja, tuurlijk. Alright, jij bent ook wel een super schurk. Oké, jou zie ik ook wel in de film. Ik weet niet, ik vind Midas niet origineel genoeg, als ik heel eerlijk ben. Oké, volgende. Ja, nee, sorry. Dit is geen super schurk. Nee, ga niet wegrennen. Hier blijven. Zo. Dit is irritant. Jij gaat nu weg. Je moet hem killen, nee, Dion. Kill hem. Oké, hij is dood. Ja, nice. Hij is dood. Oké, jou heb ik gehad. Oké, jij was bij jou. Oké, dit vind ik goed. Zo, dit is een super schurk. Maar niet origineel genoeg. Het spijt me. Oké, jij zou wel zo'n... Oké, je zou denken dat ik hier dit de casual vind, maar ik vind dit ook wel weer iets hebben of zo. Dus ik laat het ook goed staan. Dat? Serieus? Jong! Veel van jullie het goed hebben gedaan. Dus we gaan door naar de volgende ronde, jongens. Maak een zo rijk mogelijke skin. En dan heb ik het niet over de waarde van een skin, maar dan heb ik het echt over straalwaarde uit. Alsof je heel erg veel geld hebt. Dat moet je uitstralen. Oké, ik ga ze even opengooien. Makkie! Kan ik mezelf aan doen of niet? Dat was een grapje. Maar we kunnen daar wel een leuke combo mee maken. Ik weet namelijk dat voor mij Season 8 zo'n skin had. Hier, precies deze. Kijk. En hier kan je volgens mij inderdaad de gouden versie van doen. En dan hebben we de money bag. Die trouwens ook ten eerste al super rare is. Maar dat weet waarschijnlijk Dion niet. Waar staat die? Hier. Kijk, deze. En we hebben dan ook nog iets qua geld met pickaxe. Behalve, we kunnen die gouden pickaxe doen van Midas. Maar en we kunnen deze doen. Dit is simpel. Maar wel nice. Oké, ik vind deze wel mooi. Dit moet gewoon iets goed zijn. Ik bedoel, veel geld. Dat zie je op mijn rugzak. Dat moet genoeg zijn. Dat moet echt genoeg zijn. Oh, maar ik vind die van mij toch wel... Ik wil niet opscheppen. Maar... Alright, we gaan de volgende ronde doen. Rijkdom. Kijken wie er het rijkste is. Of in ieder geval het meeste rijkdom uitstraalt. Dus even kijken, wat heb jij? Oeh, je hebt een munt. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen... Oh, maar ik heb toch helemaal geen emote? Ik heb geen idee. Alright, jij bent door. Volgende is... Ja, we moeten nu die ene emote, maar die weet je hoe heet die? Nice, ziet er goed uit. Gaan we door naar twee... Jonkers? Ik heb geen idee. Waarom heeft iedereen een munt? Iedereen heeft een munt. Oké, nou, ik geef jou de kans om nog... Je geeft alleen een knuffel. Het spijt me. Dit is niet rijkdom. Oké, nou, dan hebben we Dietje Jonders weer. Er zijn er drie naast elkaar inmiddels. En we hebben helemaal diamanten natuurlijk. Wauw. Ariana heeft heel veel geld. Dus die gaat zeker weten door. Iemand met nul wins. Maar wel heel rijk, want je bent helemaal goud. Oké, wie is dit? Jij, dit ziet er... Je hebt geen geld! Het spijt me, je hebt geen geld. Dat is niet handig. Oké, jij hebt allemaal rare dingen. Allemaal goud. Nice, je hebt ook geen geld. Nou, dat spijt me. Dan ga ook jij eruit. Maar je gooit al je geld eruit. Dus... En jij hebt een gouden ketting, maar wel nul wins. Die doet het niet in creative. Ik twijfel. Oké, je hebt genoeg goud. Ook deze, goed gedaan. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen over. Voor de volgende ronde. Dus blijf staan. We gaan namelijk de volgende categorie doen. Maak de meest noob skin die je hebt. Dus als jij een noob zou zijn, welke skin zou je aan hebben? Eén klein dingetje. Je mag geen default skin aandoen. Jammer dat er geen Dion skin in zit. Ja, Oké, als je je verkleedt als Paradus, krijg je pluspunten. Oké, we moeten een noob skin aandoen. Nou heb ik wel een idee, want er is namelijk zo'n kauwgomballen skin is er. En dat is wel echt een noob skin, vind ik zelf. Maar ik weet niet of hij dat ook een noob skin vindt. En voor de mensen die niet weten, ik heb toevallig vandaag een video gemaakt over de top 10 noob skins. Dus de mensen die top 10 skins goed hebben, die... Nummer 1 is Peely. Peely? Hoezo is dat een noob skin? Dat is gewoon echt een keiharde skin. Maar oké, als jij dat een noob skin vindt, prima. Nee, banaan. Prima. Ik weet niet waarom, maar in zijn video is dit een noob skin. Dus ik vind het prima, maar... Ja, oké. Alright, dus de opdracht was om een zo noob mogelijke skin aan te trekken. Dus laten we gewoon maar eens even gaan kijken. Ik zie heel veel dezelfde skins. Maar laten we gewoon hier beginnen bij Gluk. Of hoe was het ook weer? Gluk? Ik heb geen idee. Hoe breed die hitbox is. Ja, zeker weten. Jij gaat sowieso door. Ik zie al wel hoe ik dit denk ik ga doen. Want... Ja, dit zijn noob skins, maar weet je wat het een beetje is met deze skins? Ze zijn nog best wel sterk in competitive. Dus ze worden nog, in ieder geval, ze zijn groen en daarmee kan je goed in bosjes hiden. Dus ik ben bang dat ik jullie allebei moet gaan elimineren. Ik snap wat jullie dachten, maar ik moet heel streng zijn. Anders gaan we er niet doorheen komen. Dus allebei... Yo! Damn! Rest in peace, de kerstboom. Het idee was goed, maar ja. Oké, nou, dan hebben we dus hier...
Ik ga jullie ook gewoon alle drie tegelijkertijd beoordelen. Drie Frozen Peelies. Alle drie ga ik doorlaten, want het zijn gewoon echt hele slechte skins. Dan hebben we hier iemand. En ik dacht, maar mijn skin dan? Ja, ik weet het niet. Ik vind het geen noobskin. Ik vind het... dit zijn noobskins met die hele grote hitboxes. Dus helaas, het spijt me. Je gaat eraan. Ah, inderdaad. Ga dan kans alles. Kijk, maar mijn dansje erbij. Come on! Wat is het ook weer? Loser Fruit, dat was het. Ja, dat vind ik wel een noobskin. Want de kijkers van Loser Fruit zijn vaak noob. Niet altijd, maar soms zijn ze noob. Dus ja, ik laat hem doorgaan. Alright, we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen over. Oh, ik ben gewoon door. Voor de volgende ronde. Dus ik ga terug. De volgende ronde wordt een hele leuke. Misschien wel mijn favoriete ronde. En dat is namelijk Kansi Vibes. Dus zorg ervoor dat je Kansi Vibes hebt. Alsof je op zomervakantie gaat. Wacht, zomervakantie, hè? Als wintervakantie was dit echt een hele goeie geweest. Maar zomervakantie? Ik wil niet weer dezelfde skin aan doen als vorige keer, toch? Ja, ik ga het gewoon ik ga het op de safe manier spelen. Ik wil gewoon dat zwembadje op mijn rug dan. Waar is... Ah! Ditte. En dan... Ik weet het niet! Nee. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ditte of zo? Maat, het is zo moeilijk. Ik sta onder tijdsdruk. We doen deze. Dat is zomervakantie. Ja. Dit moet goed zijn. Oh, maat. Het is moeilijk, jongen. Nou, de opdracht was dus een zomerachtige skin. Zomervibes. Dat is hetgene wat ik wil zien. Dus laten we gewoon hier links beginnen. Even kijken. Laat maar even zien. Oeh, het is warm. Ja, we hebben hier rechts dan ook iemand die best wel flink in de zomervibes zit. Die gaat ook even op zijn strandstoeletje zitten. Nice. En hier hebben we iemand die... letterlijk de boel in de gaten aan het houden is. Of niemand aan het verdrinken is. Mm-hmm. Die vind ik ook wel heel erg goed. Ja. Oh, jij gooit sneeuwballen. En ik zie... Dat is niet in de zomer. Het spijt me. Nee, niet weg. Het spijt me. Daar ga je, jongen. Daar ga je. In de zomer. Alright. Dan hebben we hier iemand met een zwaard. En een... Ja, oké. Ik vind de kleding... Ja, ik vind de kleding zomers genoeg. Ja, jullie hebben geluk, jongens. 4 mensen zijn dus door naar de volgende ronde. Laten we dan nu doorgaan naar het volgende. En dat is mij imiteren. Zorg ervoor dat je iets doet wat op mij lijkt. Of wat aan mij doet denken. Dus weet ik veel. Iemand die heel sterk is. Bijvoorbeeld Brutus mag je aandoen. Iemand die heel sterk is. Oké, dan wordt het dus sowieso... Een default antwoord. Zo, dit lijkt toch wel een beetje op Dion. Eerlijk, dit lijkt toch wel een beetje op Dion. Houdt hij van hamburger? Dion houdt wel van een hamburgertje, toch? Hij is een gezonde jongen, maar je houdt op zijn tijd ook wel van een hamburgertje, toch? Wait. We kunnen de money bag doen, weet je. Want Dion is een rijke YouTuber. Ja, dan doen we deze money bag erop. Dat vind ik wel een goeie. Misschien een pickaxe nog wat anders leuks. Boksen, want ik weet dat hij af en toe wel eens kickboxt. Dus dat is een goeie. Ja. Dit is perfect. Jullie moesten mij imiteren voor deze ronde. Laten we eens even kijken wie dat heeft gedaan het beste. Laten we hier rechts beginnen. Ik vind jou... ik weet het niet. Ik heb geen tatoeages, maar je bent wel gespierd. Dus we gaan gewoon eerst even iedereen even kijken. Oké. Okay. Dit is wel... Ja, het is de default skin, maar jij lijkt... Dat haar, dat klopt enigszins. En ja, kijk... Ik vind het wel nice dat jullie doen alsof ik... Nee, het was toch niet heel erg zwaar. Maar nice, oké, dan heb je iemand met een helm op. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor laatst een helm op had. En ik heb geen tatoeages, maar hij is wel gespierd. Oh. En dan dit. Iemand die een noob is. Dit is wel... Die is heel leuk. Dit is wel een dingetje. Die is heel leuk. Nou, ik wil dus gaan raden wie van deze 4 Rick is. En ik denk dat ik het weet. Als ik het goed heb, dan hebben degenen die dus niet Rick zijn gewonnen. En Rick heeft dan keihard verloren. En zo niet, dan gaan we gewoon nog een ronde spelen. Oké, ik ga dus op het podium staan. En ik ga degene van ik denk dat het Rick is, ga ik gewoon neerknallen. Alright, ik ga jullie vragen om te draaien. Draai je om. Ik wil niet dat jullie mij kunnen zien. Want ik vind het eng. Ja, ik ga degene van ik denk dat Rick is nu neerschieten. Alright, 3, 2, 2,5. Oh, nee, het was niet Rick. Maar ik ben geen nieuw. Oké, nou dan gaan we nog een ronde spelen. Jullie hebben geluk. Holy shit. Nou, de volgende ronde. Holy. Dat wordt een hele simpele die waarschijnlijk al vaker gedaan is. Maar ik vind het wel leuk om deze gewoon nog een keertje te doen. Namelijk de aller slechtste skin combinatie ooit. En dit is de finale. Na deze is er een winnaar. Oké, de allerlelijkste skin. Wat is nou de allerlelijkste skin? Ik bedoel, we kunnen net zoals... Oh, we kunnen dit ook gewoon doen trouwens. Maar dat heb ik de vorige keer ook gedaan, right? Of niet? Ik vind het moeilijk om te onthouden wat ik nou allemaal precies gedaan heb. We kunnen... Wait. We kunnen er nog een lelijkere skin aan doen. Die ik laatst trouwens gekocht heb. Vraag me niet waarom. Maar kijk dit.
Dit is toch lelijk, bro? En dan deze ook nog erbij. Ja, dit is toch spuuglelijk. Oh. Alsjeblieft, ga van mijn beeldscherm af, maat. Oké, okay, we doen deze bootstraps aan en dan doen we back. En dan hebben we hem. Denk alleen wel dat hij nu weet wie ik ben. Waarom niemand koopt dit? Oké, okay, we gaan even kijken wie de slechtste combo heeft gemaakt. Slechtste skin combo ever. Ik ga eerst iedereen even langs. Even kijken. Hier links hebben we iemand die is een robot, maar heeft een tak in handen met een schoen en een... Wat is het? Een pot eraan en daarachter is weer... dit is helaas wel een combo. Een robot. Dit is toch geen... Wat? Ik zie toch wel een helaas een combi. En dat is juist niet de bedoeling. Maar ja, we gaan door naar deze. Dit is een monster. Met een vlinder backbling. Maar wel weer ijs. Je hebt ijs. En het is een monster die in een ijsberg zat. Dus ook dit is weer een combinatie. Die klopt. En dat moet niet. Oké, we gaan naar rechts. Dit is een alien. Met een shadow-achtige pickaxe en een cape. Een Superman-cape. Oké, nou, we gaan het zo doen, jongens. Ik ben eruit wie er gewonnen heeft. En ik ben er denk ik ook wel uit wie Rick is. Oké. Ik denk dat ik gewoon twee mensen ga elimineren. En eerst, maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even zeggen wie ik denk dat Rick is. Ik denk dat de winnaar en Rick gelijk is. Ik denk namelijk dat dit Rick is, Paradoes. Alright, dus mag ik nu deze twee elimineren? Als jij dat wil, kan je dat doen. Oké, jongens, draai je om. Misschien dat ik toch mijn keuze ga veranderen. De winnaar is degene die overleeft. Oh, daar gaat Rick. Daar gaat hij. Hij heeft niet gewonnen. De winnaar is deze vriend. Even kijken, kan ik erachter komen wie jij bent? Waarschijnlijk wel toch. Hier, Pats, hier. Jij bent... Hoppa, en de winnaar is Para X Leo. Gefeliciteerd.